Dank u wel. Heerlijk zo'n vak. Als jullie even een beetje regelen onderling, dat het... Ik hoef gelukkig als dirigent niet zo heel veel te doen. Zoals ik aan het begin van de middag al meldde, is het dus over 2 dagen kerstavond. En in Oekraïne, met name West-Oekraïne, is er een prachtige traditie. Dat is dat men tijdens de 3 kerstdagen, de jongelui langs de deuren gaan zingen. En er is een hele verzameling van wat wij misschien plat kerstliedjes noemen, maar het is echt zeer waardevol cultureel erfgoed daar in West-Oekraïne. Zoals wij hier nog her en der nog met Sint Maarten langs de deuren gaan en met 3 koningen, dat doen ze in West-Oekraïne met kerst. Dan zijn de liedjes eigenlijk heel eenvoudig. De inhoud is inderdaad, u ziet de kerst al voorbij komen, Maria, Jozef, tot aan soms de vlucht naar Egypte toe, tot aan zelfs voor christelijke beelden. Bijvoorbeeld een 3 kameraden, de zon, de maan en een kleine mooie motregen, die staat voor de liefde, die voorbij komen. Al dat soort beelden komen voor in de liedjes, maar sommige componisten hebben daar dan weer hun inspiratie uitgehaald om daar dan weer een prachtige, mooie, grootse compositie van te maken. Daar gaan we er ook eentje van laten horen. Kortom, over 2 dagen is het kerstavond. Men zit dan thuis aan tafel, men wacht op de klokken van de toren van de kerk, van de koepel. En zodra die klinken, gaat men naar de kerk en dan komt men terug en dan gaat men samen eten. En dan vanaf de volgende dag gaat men zingend langs de deuren. Stelt u zich maar even voor. Het vriest. 20, 25, 30 graden. Er ligt tenminste 3, 4, 5, 6 meter sneeuw. En deze jonge kerels komen bij u aan de deur zingen. Golatki uit Oekraïne. Amen.
Dank u wel, we gaan het laatste nummer zingen en daarna komen de toegiften. Wat jammer dat de toegiften komen. Dat het afgelopen is. Bijna. Als je zo'n dag begint op 4 januari, we zitten nog in de eerste week van het nieuwe jaar, mijn excuses. Maar namens al deze zangers van het Utrechts Byzantijns Koor en het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, gewoon zo naar jullie alle toe. Gelukkig 2015. En zingen maakt gelukkig. En zangers dirigeren al helemaal. Dus u weet het, hè? Van die projecten heb ik verteld, toch? Oké. Dus voor de mannen die in Hoorn hier mee willen doen, voor Utrecht, geef het ook door. Via de websites kunt u dat doen. En voor de dames, daar liggen de formulieren. Dan kunt u nog even wat. Goed, dat was dat. We gaan afsluiten met het laatste. En er wordt aan uw deur geklopt. En u doet de deur open en dan zegt het volgende lied. En het laatste lied zegt: goede gastheer, dek de tafels met mooi linnen. Want er zijn 3 feesten te vieren. Het eerste feest is het feest van de geboorte van Christus. Het tweede feest is het feest van de heilige Basilius. Basilius is een van de 3 grote kerkvaders uit de Byzantijnse traditie. En zijn naamdag is op 1 januari. Eerste feest, geboorte van Christus. Tweede feest, 1 januari, Basilius. Het derde feest is het feest van de heilige waterwijding. Doop in de Jordaan. Dat is bij ons op 6 januari. Nou, heel vroeger, voor christelijke tijden, gedurende een aantal dagen werd een groot feest gevierd. En dat feest heette de jaarwende, oftewel het terugkeer van het licht. En daar zijn later die christelijke feesten opgezet, opgeplaatst. Als terugkeer van het licht. Nou, we gaan het meemaken, het wordt langzamerhand steeds meer lichter. En wij gaan dat nu vieren met het laatste. Het is heel mooi aan de ene kant en aan de andere kant is het ontzettend enthousiast. En ik hoop dat jullie allemaal met een fijne tijd het licht ontmoeten. Dankjewel.
Dank u wel. Na ampel overleg hebben wij besloten om een kleine omissie in dit programma recht te zetten. Ik vertelde u net dat men aan tafel zit op kerstavond en dat men wacht op de klokken. En die heeft u nog niet gehoord. Nee hè, ze komen eraan. De Oekraïnse kerstklokken. En aansluitend, dat doen we gelijk aansluitend, zingen wij voor u een Byzantijnse zegenwens. En voordat ik die vertaal voor u, nog even de laatste twee punten. www. Utrechtsbyzantijnskoor.nl. En dan nog twee punten en dan stop ik ermee. www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl. Daar kunt u alles vinden over projecten, over waar we nog meer zijn, apart. En misschien dat we ooit weer eens een keertje in deze samenstelling samenkomen. Elders, ergens in het land, misschien wel in de buurt van Utrecht. Dank u wel voor het zijn hier. Vrede, gezondheid, voorspoed, voortgang en al het goede in uw leven. We zingen het voor u allen. Ik zing het zelf voor de zangers. Ik zing het voor het Oekraïense volk en voor het Russische volk, de bron waar wij onze muziek uithalen. En voor u allen. En voor wie hier niet bij heeft kunnen zijn, neemt u de wens maar mee in uw hart. Van welke gezind u ook bent, maar het gebed zegt dat dan de Heer u allen zegenen met nog vele jaren. Nog Eliata, nog Elita, nog Eliata, nog vele jaren. Dank u wel. Tot ziens. Wow.
крещение, подашь Господи, благочестивому и православному русскому народу, и благочестивому и православному украинскому народу, и всем поющим, и всем православным.